Ik heb het pas geleden nog gezegd, vrienden. Ja. Toen zei ik, er is maar één manier waarop Johan Derksen weer terug gaat komen bij dat VI. En dan moet de John van Talpa, de John moet poep, snel naar Grollo rijden, excuses maken. En dan zal Derksen weer overwegen om terug te komen. Dus, wat is er nu gebeurd? Ja, ik weet niet, de John heeft misschien naar mij geluisterd. Je weet het niet, beste vrienden. De John heeft zelf het initiatief genomen. En het lijkt me ook duidelijk. Want vergis je niet, er wordt veel geld verloren op dit moment bij de Talpa. Want op die plek kijken nu nog maar ruim 200.000 mensen. In plaats van 700.000 of 800.000. En het kost veel geld. Plus de programma's ervoor en erachter. Die hebben ook minder kijkers daardoor. En dan nog eens een keer heb je een gezichtsbepalend programma. Ben je gewoon kwijt. Ja, dus de John denkt bij zichzelf, ik moet dat gaan repareren. Ja, en dat is hij nu aan het doen. Dus hij heeft toch maar even gebeld met Grollo. En er is een bespreking geweest afgelopen zondag. Dus voor de volgers die het verschrikkelijk missen, dat VI. En die o zo graag willen dat Derksen terugkomt. Is dit natuurlijk heel goed nieuws. Maar ik ga je vertellen. Dat er natuurlijk wel een aantal voorwaarden zijn gesteld. Door onze Derksen. Ja, wat denk jij nou bij dat gesprek met de John? Want die Derksen, die heeft natuurlijk geen enkele zin in die directie van Talpa meer. Nee, die gasten. Want voor de John is het gewoon elke dag is het gewoon oud en nieuw, vrienden. Ja, dit viert hij gewoon elke dag. Die loopt bijna altijd met zo'n grote bus suikerpoeder in zijn zak. Ja, want in die Talpa-directie, daar werken alleen maar oliebollen. En daar heeft de John mee te maken. En Derksen heeft daar dus geen zin meer in. Dus die heeft gezegd tegen de John, luister eens even goed, twee dingen. Eén, als ik wat zeg, dan wil ik steun uit het bedrijf. En twee, hou die oliebollen bij me weg. Nou. En dat gaat er natuurlijk gebeuren en heeft hij alleen nog maar te maken direct met de John. En daarbij is de John natuurlijk ook nog bang eens een keer dat die Derksen wegloopt naar een andere zender. Wat denk je daar nou van? Ja, noem ze maar op. Videoland, Netflix, Amazon, weet ik veel. Al die gasten, die zouden het programma dolgraag willen hebben. Of RTL, dus ja, hey. Dus de John, die heeft alle zeilen bijgezet, vrienden. En wat zien we dus nu dan? Maandag komt Derksen al terug met VI. Ja, en ik denk bij mezelf, maandag al? Maandag, is dat niet al een beetje te vroeg? Weet je wel, gaan dan niet al die mensen, al die deugende mensen uit Nederland, duiken die dan weer niet bovenop Derksen? Ik ben bang van wel dat die allemaal weer beginnen van, oh, dan komt hij weer, dan komt hij verkrachten weer op tv enzovoort enzovoort. Ik denk bij mezelf, had nou nog eventjes weggebleven. Weet je wel, maak niet dezelfde fout als de Glennis. Die kwam ook veel te vroeg. En die stond voor lege zalen en die werd gecanceld bij de beste zangers. En mensen wilden er niks mee te maken hebben. Dus ik had eigenlijk gedacht, had nog even een paar maanden gewacht met VI en Derksen en was dan teruggekomen. Maar nee, de John wil niet langer wachten. Ja, de John heeft gezegd, we gaan gelijk weer beginnen. En Johan is ervoor bezweken voor de zoveelste keer. Maar goed, het betekent wel voor jullie, de volgers die dol zijn op VI en op Derksen. Hij is er weer. Gefeliciteerd.